Welkom. Welkom bij deze how-to-video. Mijn naam is Jamie Broeren, werkzaam bij CETAC in het WinShuttle-team. En we hebben speciaal voor jou een aantal how-to-video's voor WinShuttle opgenomen. Om je enerzijds misschien te voorzien van wat inspiratie. Aan de andere kant om de mogelijkheden binnen WinShuttle verder uit te lichten. Tijdens deze korte how-to-video gaat onze collega Joost Hogevorst in de rol van WinShuttle Consultant business partners aanleggen in SAP. Veel kijkplezier. In deze sessie wil ik u wat vertellen over het aanleggen van business partners in S4HANA met behulp van WinShuttle. In tegenstelling tot ECC, waar je twee verschillende transacties hebt voor het aanleggen van klanten en leveranciers, doe je dat in S4HANA met één transactiecode BP. Als je daar gebruik van maakt, dan moet je rekening houden met het feit dat je eerst een business partner algemeen moet aanleggen en vervolgens per rol dit moet aanleggen. Binnen WinShuttle maak je dan gebruik van twee aparte scripts. Eén script business partner algemeen en, wat ik u zo meteen laat zien, een script voor het aanleggen van een bepaalde rol van een business partner. Ik heb hier een aantal gegevens genoteerd en ik ga mijn script uitvoeren waarbij ik deze vier nieuwe business partners in S4HANA ga aanleggen. Alleen op algemeen niveau, er zijn nog geen nieuwe rollen aan deze business partners toegekend. Vanuit SAP komt een melding terug dat deze vier business partners gecreëerd zijn. En het tweede stuk van het verhaal is dat ik een nieuwe rol wil gaan toevoegen aan deze net gecreëerde business partner. Ik heb hiervoor een nieuw script gemaakt, ook weer gebaseerd op de transactiecode BP. Maar kies hier zometeen een specifieke rol om aan te leggen. Waarom laat ik u op dit moment de expert view zien? Dat heeft alles te maken met het feit dat wanneer je een transactie BP opneemt, je altijd binnenkomt in de display mode. Om een script te kunnen maken, moet je deze wijzigen naar de change modus. Dat doe je door op de knop Display Change te klikken en in het script komt deze code mee. Deze code, deze actie moet je alleen maar uitvoeren op het moment dat je het script de eerste keer uitvoert. Want eenmaal uitgevoerd de transactie wijzigt die opnamemodus niet. Hij blijft dan staan op daadwerkelijk Change. Als je deze actie weer uitvoert, zet je hem dicht van change naar display. If first transaction, then. Die bevindt zich onder de knop if conditions, die hierboven staat vermeld. If first transaction, dat betekent de eerste keer dat ik deze transactie uitvoer, moet ik de opnamemodus omzetten van display naar change. Als ik voor de tweede keer in de transactie kom, moet ik dat niet doen. Als ik uiteindelijk mijn script ga uitvoeren en even het net nieuw gecreëerde bestandje meepak, dan zullen we zien dat ik de meest recente gegevens heb en mijn script kan gaan uitvoeren. Ik word gevraagd aan te loggen op mijn S4HANA systeem. Dat doe ik bij deze. En ik ga mijn data wijzigen. De nieuwe rollen worden aan de reeds aangelegde business partner toegewezen. Aanleggen van business partners in SAP met behulp van transaction. Tweestapsproces. Eerst de algemene gegevens. Daarna een apart script voor het toekennen van de andere rollen. Waarom? Maak ook gebruik van de if-conditie, if first transaction, want je moet het display change knopje nogmaals wijzigen. Tot zover de uitleg bij het aanleggen van business partners in SAP. Leuk dat je de tijd hebt genomen om deze how-to-video te bekijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. We hebben uiteraard nog veel meer video's.
Deze zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal. En mocht je achteraf nog een vraag hebben, schroom dan niet om mij een mailtje te sturen. Fijne dag! SATAC, enabling your ambition.